Er zijn niet voldoende diplomaten uit Suriname vertegenwoordigd in regionale en internationale organisaties. Dit zegt Thea Smit, voorzitter van het Instituut van Internationale Betrekkingen van de Anton de Kom Universiteit, tijdens de tweede editie van het eerbetoon aan wijlen ambassadeur Heid Weler. Smit legt uit dat er dit jaar gekozen is voor een actueel onderwerp, namelijk mensenrechten in de context van de hedendaagse ontwikkelingen. Mensenrechten? Omdat de ontwikkelingen in Venezuela een dusdanige impact hebben op de omliggende landen, waaronder Suriname. Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen, UNHCR, heeft onlangs aangegeven dat vanaf het begin van de onrust 4 miljoen Venezolanen hun land zijn ontvlucht. Hoe zit het met de rechten van deze personen die hun huis en haard hebben verlaten op zoek naar een veilig en zeker heenkomen? Suriname is in het vizier gekomen van personen op zoek naar een veilig heenkomen. Hier in Suriname kunnen we slechts gissen wat het betekent om je huis en haard te verlaten. Maar het is wel een onderwerp waar we stil bij moeten blijven staan. Smit zegt verder dat Margot Waterval, deskundige op het gebied van mensenrechten, bereid is gevonden om te praten over het onderwerp. Waterval zegt dat wanneer gesproken wordt over mensenrechten, er bedoeld wordt de verhouding tussen staat en burger. Waterval geeft aan dat wanneer een land verdragen aanneemt, er organen moeten zijn die toezicht houden op de naleving daarvan en rapporteren aan het desbetreffende comité. En ik wil dan maar op één comité bespreken op dit moment, en dat is natuurlijk het comité waarin ik heb gezeten, het Mensenrechtencomité. Venezuela heeft daar een aantal keren gerapporteerd, 4 keren. In 2018 moesten ze opnieuw rapporteren. Dat hebben ze niet gedaan. Maar in 2016 moesten ze ook rapporteren met betrekking tot 3 aanbevelingen, urgente aanbevelingen, die direct moesten worden geïmplementeerd binnen een jaar. Dat hebben ze niet gedaan. Het comité heeft een aantal brieven geschreven naar het land om te vragen naar wanneer gaan jullie rapporteren, want het zijn urgente zaken en wij willen toch wel weten wat er gebeurt, want de mensenrechten van enkele mensen daar, die zullen dus straks daarover verder praten, die zijn dan niet gegarandeerd. Margot Waterval, deskundige op het gebied van mensenrechten. Ze sprak gisteren bij het eerbetoon aan wijlen ambassadeur Heid Weler.